Geweldig nieuws uit België deze week. Daar was namelijk een haatimam actief. Dat is natuurlijk geen goed nieuws. Die verkondigde verschrikkelijke dingen. Maar de Belgische staatssecretaris van Asiel en Migratie heeft de man het land uitgezet om overduidelijke redenen. Berucht figuur in het salafistisch milieu. Al jaren actief. Heeft heel wat jongeren hun geesten vergiftigd en aangezet om in Syrië te gaan vechten, ook om aanslagen te beramen in Europa. Ja, die wil je natuurlijk absoluut niet in je land hebben. Dus de Belgen hebben groot gelijk, weg ermee, het land uit. En dat hoor je hier ook vaak. Hè? Als iemand dit soort dingen uitdraagt die zo indruisen tegen onze westerse waarden, onze jongeren ermee vergiftigt, dan hebben ze hier niks te zoeken, zet ze het land uit. En dat heeft België dus heel goed begrepen. Deze idioot is door België zonder pardon uitgezet naar Nederland. Ik had hem graag naar Marokko gestuurd, maar bon, hij is ook Nederlander, dus ik stuur hem naar Nederland. En ja, dat is natuurlijk minder plezant voor de Nederlanders. Ja, dat is inderdaad minder plezant voor de Nederlanders. Het is een Nederlander. Wel mooi trouwens dat die Belgische staatssecretaris zo snel in de gaten had dat we het woord allochtoon niet meer gebruiken. Anders was het hier natuurlijk zeker van toepassing geweest. Al was het maar omdat allochtoon predikt haat toch net wat lekkerder klinkt dan Nederlander predikt haat. Als je allochtoon zegt, dan lijkt het toch alsof het net niet helemaal ons probleem is. Precies ook waarom het woord wat mij betreft prima weg mag. Al denk ik dat we met onze ingebakken neiging om een onderscheid te maken toch altijd weer een alternatief zullen krijgen. Dat is nou eenmaal een onuitroeibare gewoonte. Zelfs Mark Rutte toonde dat onlangs nog maar eens aan. Toen zei hij in een interview, als je hier als buitenstaander blijft en je past je aan, dan kun je het verschoppen. Dan kun je burgemeester van Rotterdam worden. Hij bedoelde volgens mij iets aardigs te zeggen over Ahmed Abu Talib, maar hij maakte vooral duidelijk dat zelfs als je burgemeester van Rotterdam bent, je toch nog altijd bij de buitenstaanders wordt ingedeeld. Misschien is de beste omschrijving wel Nederlander. Het is bijna een Nederlander, maar net niet helemaal. Maar goed, nu zitten wij dus met een haatimam. Dat is natuurlijk het lastige met deze manier van een probleem oplossen. Als je het ene land uitgaat, kom je in het andere. Dat blijf ik altijd een lastig dingetje vinden. Het klinkt natuurlijk heel makkelijk. Opgeruimd staat netjes, we hebben het land uitgezet. Maar dat werkt alleen als naast je land een zwart gat ligt, dat alles wat je erin gooit naar de andere kant van de melkweg transporteert. Anders zadel je gewoon je buurman met hetzelfde probleem op. Gelukkig zijn meer mensen tot dat inzicht gekomen. Zo benadrukte Ahmed Marcouch dat we dit probleem niet alleen kunnen oplossen, we moeten samenwerken. Hij zei, we moeten dit met de hele Schengenzone zien op te lossen. Maar natuurlijk, de Schengenzone. Want daarbuiten is niks meer. Dat weet iedereen. Als je iemand België uitzet, staat hij in Nederland. Maar als je hem de Schengenzone uitzet, dan komt hij in een strook van 10 kilometer gras met bloemetjes en frisse lucht en overal My Little Ponies. En dan wordt elke haatprediker een hippie die nooit meer onaardige dingen zegt. Buiten de Schengenzone is trouwens ook geen internet. Dus dan kan hij nooit meer bijvoorbeeld via internet alsnog onze jongeren bereiken. Het probleem is gewoon een beetje, de aarde is rond. Als je iemand aan de ene kant heel hard je land uittrapt, dan komt hij vanzelf via de andere kant weer binnenvliegen. Voor de goede orde, ik heb ook geen idee wat we dan wel moeten doen, maar waar het nu op begint te lijken is dat deze haatimam op kosten van diverse regeringen bezig is aan een tournee door heel Europa en elke keer netjes door de politie van zijn ene werkplek naar de andere wordt gebracht. Dat lijkt me ook niet de bedoeling. Dus de volgende keer als iemand voorstelt om een probleem op te lossen door te zeggen, we trappen hem het land uit, moet misschien iemand toch de vraag stellen. En dan? Dankjewel, Pieter Derks. Yes.